Ja, daar zijn wij als OBW heel erg tevreden over, want dat was namelijk het heikele punt om ons project te kunnen en te willen uit te voeren. De deel van de projectkosten, de subsidie, zeg maar, die wordt kosten vanuit de thematafel Achterhoek. Een ander deel, dat is een soort cofinanciering. En wij als vereniging OBW en ook bijvoorbeeld de andere partijen waar we dit project nauw mee willen samenwerken, bijvoorbeeld BSV, de Buurtschap Belangenverenigingen, maar ook LTO, ja, die hebben niet de geldmiddelen om die cofinanciering te kunnen doen. Dus we zijn heel erg blij dat het college afgelopen dinsdag het besluit heeft genomen om ons die cofinanciering te willen doen. Subsidie, de eerste deel, dat wordt betaald vanuit de thematafel. In de Achterhoek is er dus de thematafels wonen. En er zijn meerdere thematafels. En aanstaande donderdag dan wordt dit project, zeg maar, in die thematafel besproken. En hopen wij dat we daar goedkeuring krijgen. En dan vervolgens gaat het naar de Achterhoek Board. En dan als laatste volgende maand februari naar de Achterhoek Raad. En als daar allemaal goedkeuringen op komen, dan kunnen we, nou, vanaf het voorjaar kunnen we het project gaan draaien. We zijn er op zich best wel heel positief over, want de hele voorbereiding, de pitch die we gedaan hebben naar aanleiding van het filmpje, dat is allemaal ja, goed ontvangen bij de thematafel onder andere en ook de verdere voorbereiding. Nou, wat we gaan doen is eerst nauw samenwerken, wat ik net al zei, met BSV, LTO, maar ook bijvoorbeeld met Jong WCL. Dat zijn de jongeren, zeg maar, die binnen WCL nu ook heel actief met het buitengebied meedenken. Om met hun samen, zeg maar, de actie of het project, zeg maar, bekendheid te geven. En dat gebeurt natuurlijk ja, dat we dan ook nu, zeg maar, op tv wat gaan doen, via de kranten, om gewoon eigenaren te enthousiasmeren met de mogelijkheden, de kansen die er zijn met bijvoorbeeld een erf in het buitengebied, maar ook eventueel de potentiële mensen, zeg maar, die graag in het buitengebied willen wonen, om die te enthousiasmeren. Kijk eens naar de mogelijkheden die er zijn, zeg maar, om een erf te herin te vullen en te gebruiken en daar ook met plezier te wonen, maar ook zeker te werken. Want daarom zeggen we ook, het buitengebied zoekt ondernemende inwoners, ondernemende inwoners, want je kan ook voorstellen dat in agrarische, vrijkomende agrarische bebouwing, dat daar heel goed mogelijk is om daar een stukje bedrijfsruimte te maken. Daar hebben we afgelopen najaar, want toen hebben we een pitch gedaan voor de thematafel, hebben we daar ook een filmpje voor gemaakt en dat gaan we ook zeker nu, zeg maar, gebruiken om mensen aan te geven wat we nu precies met ons project bedoelen. Hierna herhalen we het filmpje dat RTV Slingeland maakte voor de presentatie van de ondernemers. Allemaal zijn we eigenlijk betrokken op de toekomst van het platteland, de toekomst van de Achterhoek. Daarom staan we juist bij deze boerderij, omdat dit als een nu leegstaande boerderij heel goed de kansen laat zien van wat er met de verschillende gebouwen zou kunnen gebeuren aan nieuwe bewoning, nieuwe activiteiten. Eigenlijk zonder nieuwe stenen in het platteland toch een vitale toekomst te creëren. Huidige eigenaren laten zien wat de mogelijkheden, de kansen zijn met hun erf, om eventueel te kijken, kunnen ze blijven wonen samen met andere gebruikers, of dan wel dat ze het beschikbaar stellen en verkopen voor andere gebruikers, om zo een nieuwe invulling van het erf te geven. Wij gaan deze mensen daarbij helpen met advies, één op één, maar ook in bijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten. We gaan zorgen voor goed informatiemateriaal. We gaan inspiratiebijeenkomsten organiseren. Kortom, alles wat mensen kan helpen en deze ontwikkeling kan aanjagen. We staan hier bij een hele mooie monumentale schoppen. Dit laat zien wat hier meer mogelijk is. Daar kun je of mooi verbouwen dat daar twee jonge gezinnen, starters in kunnen wonen. Of dat daar een ambacht of een beroep in plaats gaat vinden. Misschien iets van horeca. En als we niks doen, ja, dan is het gedoemd dat het misschien als een bouwval gaat vervallen. En vervolgens kan het ook zijn dat er hier misschien wel een villa gaat komen. En zijn we daar dan gelukkig mee? We staan nu vlak voor een eigenlijk relatief nieuwe stal. Toen dit bedrijf stopte, was er nog niet zo lang daarvoor geleden deze stal gebouwd. En als je nu denkt aan duurzaamheid, aan remontabel zijn van gebouwen, dan is het zonde om dit gebouw te slopen.
Dat betekent dat je creatief zou kunnen kijken met nieuwe initiatiefnemers van wat kan er nou met dit gebouw? Kan je er bij wijze van spreken 2 tiny houses inbouwen? Kan je er een kleine manege voor gehandicapte kinderen inbouwen? Wat kan je doen met dit gebouw? Maar eigenlijk, als je kijkt naar het landschap en je kijkt naar dit gebouw, heeft het een schoonheid die heel veel kansen biedt. En wij proberen met ons project die kansen te realiseren. Kijkend naar dit erf, naar deze boerderij, zou je bij deze boerderij ook heel goed kunnen denken van om dat te splitsen in 2, 3 wooneenheden of eventueel de deel waar wat bedrijfsactiviteiten plaats kunnen vinden. En natuurlijk moet je altijd kijken bij de inrichting van een erf dat je niet alles tegelijk in één keer wil, maar dat het dus past in het landschap. We staan hier bij wat oudere stallen en daarachter nog een werkplaatsberging, waarvan je eigenlijk kan zeggen van bij een nieuw plan voor dit erf zou hier misschien een deel of geheel iets gesloopt kunnen worden. Er kunnen delen overblijven waar misschien kleine bedrijfsruimtes ingemaakt kunnen worden. Hier zou een leuk tussenplein tussen de nieuwe stal en het restant kunnen ontstaan. Eigenlijk allemaal ook weer mogelijkheden om samen met de nieuwe initiatiefnemers hier een mooie inrichting van te maken voor dit erf. Als we niets doen, dan kunnen met dit soort agrarische bebouwingen en erven 2 dingen gebeuren. Dat is of ze gaan verpauperen of er komen villa-woningen en misschien wel woningen. En dat laatste is natuurlijk iets wat we niet graag willen in ons mooie buitengebied. En de voorbeelden daarvan zijn nog te zien in de Veluwezoom en ook in de buurt van Barneveld. Wat we graag willen hier in ons buitengebied is dat er een goede mix komt van jong en oud qua leeftijden, maar ook van rijk en arm. Zodat er een gezonde situatie ontstaat in leefklimaat, werkklimaat in het mooie buitengebied. De boerderij waar we nu zijn als voorbeeld genomen. We hebben hier laten zien wat er allemaal kan. Niet alles tegelijk hoeft te kunnen, maar een keuze van deze opties maakt een nieuwe bestemming mogelijk. De potentie van dit soort plekken is eigenlijk gigantisch. En laten we niet onderschatten dat er alleen al in Winterswijk talloze van dit soort bedrijven, gebouwen, erven, leeg staat, leeg gaat komen, in verandering zit.